welkom. Leuk dat je weer luistert naar de Ask het Bijen podcast of dat je deze aflevering kijkt op YouTube. Vandaag ben ik niet alleen, maar heb ik een gast. Tegenover mij zit Anne-Marije de Waal van Studio Anne-Marije. Ik moet een beetje lachen, want ik had haar achternaam net verkeerd voorbereid, maar volgens mij zei ik het nu goed. Zij is brandingfotograaf en zij helpt ondernemers met het neerzetten van hun brandingfoto's. Anne-Marije, ontzettend leuk dat je er bent en dat je onze luisteraars wilt meenemen in jouw verhaal. Kun je wat meer over jezelf vertellen? Ja, dankjewel. In één zin benoemde je het net al. Ik maak dus foto's. Foto's is eigenlijk het simpele woord ervan. Ik denk mee in de branding voor ondernemers. Hoe kunnen ze zichzelf en het product het beste visualiseren. Uh-huh. En in deze tijd is dat natuurlijk ontzettend belangrijk geworden. Hè? Sinds corona zijn we heel erg digitaal gegaan. Dus dat is wat ik doe. Ja, en kun je nog wat meer vertellen over jouw persoonlijke leven? En hoe lang doe je dit al? Ik ben sinds januari 2020 dit volledig gaan doen. Eerst naast de baan. Hè? Maar even kijken van hoe gaat het? Iedereen is dat een beetje spannend als je onderneming start. Dus ik ook. Begin 2020, daarna kwam corona. Was even spannend. Maar uiteindelijk heeft dat juist heel veel gebracht. Omdat iedereen foto's wilde. Dus sinds die tijd ben ik fulltime mee bezig. Super blij mee ook. Ik woon net boven Rotterdam, dus lekker Randstad. En ik heb inmiddels een dochtertje van 1, een enthousiaste hond en een leuke vent. Dus dat houdt me wel bezig buiten werktijden om. Ja, mooi plaatje waar je lekker druk mee bent. Ja, zeker. Iets wat ik altijd gewild heb, dus helemaal goed. Ja. Tof. En je hebt mijn foto's ook gemaakt. Dus ik weet ook, dus er zit echt wel wat meer aan dan alleen het shooten op de dag zelf. Wat houdt het nou precies in, brandingfotograaf? Wat doe jij? Ik denk dus echt mee in het proces. Ik moet er wel bij zeggen, het is een beetje klantafhankelijk. De ene klant die zegt van, ik weet al helemaal, ik heb precies dit en dat nodig. Voeren we het uit. Of ik zeg van, heb je daaraan gedacht of dat? En de andere die begint helemaal op nul en wil heel erg dat ik elke stap meedenk. Dus ik bekijk het wel een klein beetje op maat, waar heeft de klant behoefte aan? Ik kijk dus mee in het proces hoe je jezelf kan positioneren. Wie ben jij als persoon? Want de meeste klanten van mij zijn zichzelf als de onderneming, hè? In een wat grotere MKB-organisatie is dat weer anders. Maar mijn voornamelijke klanten zijn ZZP'ers. Het gaat gewoon verder dan alleen een mooi portretje schieten. Want dat kan je eigenlijk overal doen. Zelfs tegenwoordig met alle mooie telefoons kan je best iets leuks maken. Dus ik denk vooral mee in het zakelijke gedeelte van het proces. Dat doe ik door me voor te bereiden. Hè? Wat heb je nu al online staan? Wat zijn gedachten erachter? Een gesprek. Eigenlijk kan ik heel vaak mezelf als klant zien van mijn klant. Hoe benader ik dat? En vanuit dat proces probeer ik mee te denken. En hoe kunnen we dan jouw product of dienst vertalen naar beeld? Ja, en ik kan me nog herinneren dat je bij mij, dat vond ik heel fijn, ook even meegekeken naar de kleding die ik had uitgekozen van tevoren. En dat je ook zei, ik mis nog een beetje groen, want dat zie ik wel terug in je branding komen. Maar dat heb ik nu eigenlijk helemaal niet, zie ik helemaal niet in je kleren. Maar ook de poses en wat straal je nou uit en wat voor dingen kun je meenemen. Dat vond ik heel fijn, want ik had daar helemaal geen ervaring mee, dus ik had geen idee. Dus ik dacht er zelf helemaal niet over na. Dus dat was voor mij wel heel prettig dat je daar ook echt je advies in gaf. Dat zijn voor mij dan een beetje de details. En het is vooral een stukje bewustwording van de klant.
Want, stel dat iemand zich een beetje à la Zuidas wil profileren. En die gaat op een foto in een huiselijke sfeer met een spijkerbroek, oversized sweater en blote voeten. Ja, dan krijg je gewoon een andere vibe. Ja. En, nu ik dit zo zeg, klinkt dat heel, heel logisch. Maar heel veel mensen denken daar toch niet over na. Wat niet erg is, hè, want daarvoor ben ik. Dat is een voorbeeldje. Een ander voorbeeldje is dat als de branding groen met blauw is en mensen trekken een rode jurk aan op de foto. Ja, rood is zo'n overheersende kleur. Dat zal de toon bepalen. Dus ja, dat zijn eigenlijk die voor mij kleine details, makkelijke dingen. Het is natuurlijk wat ik dagelijks doe, maar ja, nou ja, zoals je het zelf zegt, wel als heel fijn wordt ervaren. Ja, zeker. Hey, je bent dus begonnen uiteindelijk in 2020 helemaal. Hoe is dit überhaupt ontstaan? Want je bent het dus naast je baan gaan doen. Van waar komt dit vandaan? Het trok me eigenlijk altijd al. Al wel als kind. Nou ja, kind als tiener. Ik was ook altijd degene die op een feestje zei, we moeten nog even een fotootje maken. Nog even dit, nog even dat. Maar ja, ik was ook wel heel erg zoekende van, wat ga ik er dan mee doen? Omdat er al heel veel fotografen zijn. Dus je voelt toch de angst van een verzadigde markt. Maar ook, ja, het is ook wel een lastig beroep om een beetje geld te verdienen. En daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Dat is ook belangrijk. Hè? Mm-hmm. Ja, het is ook natuurlijk. Ja, waarom ik werk. Ja, als ik genoeg geld had, was ik waarschijnlijk ook andere dingen gaan doen. Ik ben eigenlijk gewoon begonnen als hobby / laat ik proberen er wat meer van te maken. En dan fotografeerde ik alles. Dus veel gezinnen, want ja, dat zat in mijn omgeving. Mm-hmm. En zo kwam ik eigenlijk uit op ondernemers. En dat ging steeds vaker doen. En dat voelde eigenlijk vanaf het begin gelijk helemaal goed. Helemaal dat ik dacht, dit past bij mij. Wat maakt dat dan zo leuk voor jou, die ondernemers, die specifieke doelgroep? Ik vind het dus tof om wat meer de diepte in te gaan. Dus tijdens zo'n shoot, waar we het net een beetje over gehad hebben, je gaat echt iets neerzetten en een verhaal. En in een ander soort fotografie miste ik dat. En daarnaast wat ik ook heel erg leuk vind aan is dat de helft van de tijd is het buiten de deur en de andere helft is het thuis. En nou ja, dat vind ik ook gewoon lekker. Ja. Niet alleen maar thuis willen zitten, hè? Dat is weer een beetje saai en dan mis je wat sociaal. Maar ja, die combi word ik wel blij van. En als ik buiten de deur ben, dan kom ik elke keer op nieuwe plekken, nieuwe mensen. Daar haal ik inspirerende verhalen uit. Soms sta ik op het strand, voelt het net als vakantie. Dus ja, ik raak eigenlijk nooit in die beroemde sleur. En dat had ik wel eigenlijk in de banen hiervoor. Want wat heb je hiervoor gedaan? Ik ben vanuit de basis bloemstylist. Ah, Ik heb in bloemenwinkels gewerkt, maar ook voor bruiloften, bruiloften in het buitenland. Beurzen aangekleed. Dus ja, wel in een creatieve hoek, maar ook wel weer heel iets anders. Ja, maar het stukje styling, het stukje wat wil het oog? Het oog wil ook wat. Hoe ziet dat eruit? Ja, hoe ziet dat zit er dus wel? Dat heeft er dus wel altijd al in gezeten. Ja, zeker. Ja. Oké, cool. En je gaf al aan, zeg maar, hè, van nou, eigenlijk heb je ook wel gekeken naar van hoe wil ik dan mijn leven leiden? Want ja, een stukje thuis, een stukje op pad, hè? Dus dat sluit dan eigenlijk naadloos aan waar je blij van wordt. En dan een stukje verhalen vertellen. Wat maakt jouw werk nog meer, jouw bedrijf nog meer zo leuk voor jou? Ik kom uit een echt ondernemersgezin. Ik heb twee broers, een zus en ouders. Zijn allemaal ondernemer. Mijn man is ook ondernemer. En dat is niet de reden dat ik het dan ook moest doen. Mijn familie heeft een gezamenlijk bedrijf. En daar kon ik ook bij. Ik heb altijd geweten dat ik dat niet wilde. Mm-hmm. Maar wat wilde ik dan wel? Daar was ik dan wel heel erg zoekende in. En ook niet dat ik per se moest gaan ondernemen. Hè. Om het niet te doen is net zo goed. Maar ik liep wel elke keer een beetje tegen dezelfde dingen aan. Bij
waar ik in dienst was. En nu merk je gewoon, je doet echt volledig je eigen ding. En tuurlijk, je hebt wel eens dat iets niet lekker loopt. Of dat het net allemaal niet zo goed uit de verf komt als dat je gehoopt. Of dat je niet zo'n goede klik hebt met een klant. Of die, dat laatste heb ik eigenlijk niet zo heel vaak. Maar je kan het nu zo helemaal zelf inrichten. En dat, dat voelt gewoon zo comfortabel. Dat zie ik ook wel als voordeel. Ja. Ja, ik had toevallig vorige week nog een post over. Ik kreeg in mijn DM een berichtje van iemand en die stuurde van, joh, je hebt het over, hè, als je ondernemer bent, dan kun je ook onder commerciële tijd naar de, kun je gaan paardrijden en dat soort dingen. Maar ik ga ook gewoon onder werktijd, ga ik naar de kapper en dat soort dingen. En dat is hartstikke mooi. Maar als je wordt ingehuurd, of als je een contract hebt voor een x aantal uur, dan betekent dat wel dat je die uren op een ander moment moet werken. En als ondernemer zijn, dan kun je gewoon veel meer de afweging maken. Je hoeft niet een x aantal uur te werken. Je hebt gewoon een bepaald resultaat te behalen. En of dat je dat nou in 3 uur doet, of in 4 uur doet, of dat je dat in 40 uur doet, dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Nee, maar dat is ook wel gelijk weer de valkuil, hè? Want dat vind ik dat het veel op Instagram wordt verteld. Hè? Doe dit en dat, de vrijheid, leven. Dat zie ik iets anders. Zoals ik zeg, ik ben opgegroeid in een echt ondernemersgezin, maar er is ook altijd wel heel hard gewerkt. En als ik naar mezelf kijk, ja, ik heb morgenmiddag een lunch gepland, wat werktijd is. Maar waarschijnlijk werk ik vanavond ook wel even, omdat ik denk, ja, ik wil het toch af hebben. En ik kom nu net uit 3 hele drukke maanden. Ja, ik heb toch wel gemiddeld 3 avonden gewerkt. Vond ik het erg? Nee, want ik heb het ook wel zelf gedaan. En ik weet ook van, van de zomer heb ik het rustiger. En in december ben ik vaak vrij. Dus dat is een keus. Ik ben er nooit zo mee eens dat er wordt gezegd, oh, als je ondernemer bent, hoef je maar 5 uurtjes te werken en al het geld komt naar je toe. Ja, zo zit, tenminste, zo heb ik het nooit ervaren. Nou ja, dat kan, maar het zijn keuzes die je maakt, hè? Dus het ligt er ook een beetje aan, zeg maar, wat wil je zelf? En jij zegt nu al, hè, van, joh, in de zomer heb ik het vaak rustiger, dan vind ik het oké om dan, hè, die maanden daarvoor op meer te werken. Dat is dan een afweging die je voor jezelf al maakt. Ja. Maar het is gewoon veel meer de keus daarin, van wat past nou bij mij en hoe wil ik mijn leven leiden, dan wanneer je in loondienst bent. Ja, dat is zeker waar. En als je dat financieel voor elkaar krijgt, want ik denk dat dat de leidraad erin is, dan kan je daar veel mooie keuzes in maken. Ja. Ja, en daar zeg ik nog wel iets belangrijks. Hè? Want dat is wel natuurlijk iets wat ook moet, wat moet gebeuren. Er wordt ook vaak gezegd, ja, geld is niet belangrijk. En je moet het niet voor het geld doen. En ik ben daar dus niet mee eens. Nee, ik niet. Geld is wel belangrijk. Want even heel eerlijk, de hele maatschappij draait op geld. Dus als jij dingen wil doen waar je blij van wordt, dan heb je ook geld te verdienen. Want anders dan kan dat allemaal niet. Ja, en dan heb je alleen maar stress en ben je zeker weten niet gelukkig. Ja. Dus geld is zeker belangrijk. Alleen geld nastreven, dat is niet de bedoeling volgens mij. Dus volgens mij moet je geld willen verdienen met iets waar je ook blij van wordt. Nee, zeker. Ja, en daardoor kom je dus niet in een sleur. Blijf je het leuk vinden. Blijf je geprikkeld, gemotiveerd. En hoeveel geld uit... Hoeveel geld daar aan tegenover staat, ja, dat is voor iedereen anders. Dat is hoe je je leven inricht, dat is wat je partner verdient. Ja, zeker waar. Hey, en het is ondernemerschap, hè, weten we allemaal. Soms is het fijn, soms is het leuk. Je hebt heel veel keuzevrijheid. Je zei het net al een beetje. Het is ook niet alleen maar roze geur en maanschijn. Het is ook gewoon, je hebt wel gewoon zelf overal de verantwoordelijkheid voor. Hè? Dus je kan het ook niet zomaar laten gaan of denken, nou, iemand anders pakt het wel op. Wat zijn obstakels waar jij al mee te maken hebt gehad sinds je bent gaan ondernemen? Heel eerlijk valt dat eigenlijk best wel mee. Ik denk dat ik precies op het juiste moment begonnen ben. Want ik heb best wel mijn bedrijf op een snel tempo kunnen opzetten met een vaste klantenkring die ik nog steeds heb. Dus eigenlijk is denk ik wel 70% van het jaar mijn agenda gevuld met vaste klanten. Dus dat is natuurlijk onwijs comfort. Ja.
En toen ik begon, ja, dat praat ik echt alsof het 20 jaar geleden was. Maar goed, vooral social media gaat tegenwoordig zo snel. Ja. Toen had je nog best wel gewoon bereik op social media. Hè? Met wat simpele dingetjes kon je echt wel goed klanten aantrekken. Dus dat heb ik allemaal nog mee kunnen pakken. Corona heeft daarbij geholpen. Doordat mensen meer digitaal beeld willen hebben. Ja, en natuurlijk heb ik wel dingen die niet lekker lopen. Zoals bijvoorbeeld een locatie die tegenvalt. Dus dan wordt het verkocht als een daglichtstudio. En dan kom je daar en dan moet je zelfs met TL-lampen gaan fotograferen. Voor degene die geen fotografen zijn, dat is drama. want dat TL-lampen flikkeren en dat zie je allemaal in je foto's. Ja, tuurlijk heb ik ook wel eens een klant waarbij je het niet afsluit zoals je het zou willen afsluiten. Komt niet zo heel vaak voor. Dat komt vooral omdat ik aan de voorkant goed meedenk, communiceer. Ik besteed best wel veel tijd vooraf aan de shoot met een klant. Juist om achteraf dat de klant ook precies weet wat hij kan verwachten. Ook ik heb wel eens een investering gedaan die eigenlijk in de prullenbak ligt. Ja, maar ik ervaar dat allemaal niet echt als grote obstakels of heel zwaar of zo. Kijk, misschien dat ik dat dan vanuit vroeger heb meegekregen. Dat hoort erbij in een onderneming. Je verliest wel eens geld. Het gaat wel eens fout. Er zitten dingen bij die niet leuk zijn. Maar ja, dat laatste, dat heb je ook wel in dienst. Hè? Dat je wat taken hebt of collega's waar je mee te dealen hebt. Ja, dat... als ik dan echt iets moet noemen, denk ik dat ik vanaf het begin te laag ben begonnen met mijn prijzen. En dat heb ik altijd heel erg lastig gevonden om dat op te krikken. Ik deed het natuurlijk als hobby ernaast. Mm-hmm. Dus ik hoefde niet van te leven, daar waren mijn prijzen op gebaseerd. Maar ik had zo snel al vaste klanten. Ja, ik kan niet ineens de volgende shoot zeggen, joh, ik ben €250 duurder voor hetzelfde. Tenminste, kan misschien wel, vind ik heel erg moeilijk. Dus ik heb best wel heel erg lang erover gedaan om op een bepaald niveau te komen. Dat het ook voor mij nog interessant is. Dus dat zou ik de volgende keer anders doen. Ja. Wat ik dan nu nog tegenaan loop is... meer een stukje toekomst, hè? Je pensioen, arbeidsongeschiktheidsverzekering, dat soort dingen. Dat vind ik dan wel de keerzijde van ondernemerschap. Mm-hmm. keerzijde, ik weet niet of ik het helemaal zo zie. Maar in het begin denk je daar niet zo aan. En als je wat langer aan het ondernemen bent, dan denk je, oh ja, ik moet toch ook wel wat zekerheden gaan inbouwen. Ja, en dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Maar het is wel fijn als je straks een keer met pensioen wil, dat er dan ook iets is. Ja, ja. En, als je ziek wordt, ja. 20 jaar geleden hadden we het over stenen, maar dat is tegenwoordig ook niet meer zo interessant. Dus ja, wat ga je dan doen? Dus Ja, die stenen, ja, ik heb in 2015 volgens mij, in 2015 een appartement gekocht in Amsterdam. Oh, kijk. Nog voor een leuke prijs. Dus wij hebben het wel in stenen zitten, gelukkig. Maar dat is nu ook echt niet meer haalbaar. Echt niet meer haalbaar. Die prijzen zijn zo bizar hoog. Dat het gewoon, je haalt het er niet meer uit. Nee. Hey, maar ik vind het wel mooi om te horen. Want eigenlijk zit er bij jou van nature al heel erg die ondernemersmindset in. Van ja, oké, je komt dingen tegen. Maar ja. Hoort erbij en door, weet je wel. Er wakker om blijven liggen dat ik ergens in geïnvesteerd heb en ik heb het er niet uitgehaald, maar dat gaat niet veranderen. Wat ga ik nu doen om gewoon wel weer lekker door te gaan, zeg maar. En dat is wel iets wat je vaak, zeker bij beginnend ondernemers, die ook niet uit bijvoorbeeld een ondernemersfamilie komen, ja, die lopen daar heel vaak tegenaan. Die blijven zichzelf saboteren omdat ze zich vast blijven houden aan dingen. Ja, en dan kun je ook gewoon niet lekker doorgaan. Ja.
Nee, en natuurlijk, hè, ik heb ook een slechte dag of een slechte week. En, maar ja, je kan niet altijd pieken. Dat, nee. Ja. En zolang de klap wel meevalt, hè, bijvoorbeeld een investering die je verliest, dan denk ik, nou ja, goed, er zijn ergere dingen in de wereld. Wees blij dat het dan op zo'n vlak is. Mm-hmm. En leer ervan. Want ja, dat doe je natuurlijk wel met zulke soort dingen. En soms moet het twee keer fout gaan voordat je ervan leert. Dat kan ook. Ja, zeker. En ik denk ook wel, ondernemen is ook wel een soort van snelkookpan voor je persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. Want ja, je wordt ineens zo met van alles geconfronteerd dat je moet jezelf wel ontwikkelen, anders kom je er niet doorheen. Ja, ja. Maar ja, goed, ik vind het altijd wel lastig advies geven of te zeggen hoe het zit. Ik ben nooit zo bewust bezig geweest. Ik kom uit een ondernemersgezin, dus ik kan dit of dat. Juist helemaal niet. Alleen nu zo, als ik terugkijk op de afgelopen jaren, denk ik dat dus heel veel dingen er gewoon ja, wel in zit. Ja, onbewust. Ja, of dat dan van thuis komt of voor mij als persoon heb ik geen antwoord op. Maar heel veel dingen, als het gaat over ondernemerschap, over keuzes maken of strategie of weet ik veel wat, dat komt echt vanuit mezelf. Ik hoef daar niet zo heel veel moeite voor te doen. Dus ik probeer dan ook altijd wel heel bewust na te denken, mensen die dat niet voelen, maar wel proberen. Ja, dat kan je totaal niet naast elkaar leggen. Dat zijn dus twee werelden. Dus ja, nou ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik hiermee wil zeggen, maar dat het niet voor iedereen zo makkelijk is om het op te bouwen. Nee, zeker niet. En dat wordt ook wel eens vergeten. Mensen denken, ik ga ondernemen, ik ben ergens goed in en dan komt het wel. Maar ja, zo werkt het helaas vaak niet. Nee, ja, het is vooral het zakelijke gedeelte van je onderneming. Dat zorgt ervoor dat je het na 5 jaar ook nog kan doen. Ja. Bij mij gaat dat toevallig vrij vanzelf. Omdat het een beetje in me zit. Maar ja, als je dat niet hebt, probeer daar wel dan aandacht aan te besteden vanaf het begin. Hè, of je nou als ZZP'er werkt of in een grote organisatie. Want daar heb ik wel gezien dat te snel groei en dat aan de binnenkant het niet op orde zat. Dat uiteindelijk toch funest is. Want ja, je fundering staat niet. En dat is gewoon het belangrijkste. En ja, dat heb ik ook wel, als ik nu een beetje terugkijk, gemerkt. Dat ik heb niet altijd maar elke klant aangenomen. En meer werken, meer werken. Ik heb echt altijd wel periodes ingebouwd om ook orde te scheppen. En dat soort dingen te doen in een bedrijf. Ja, belangrijk om aan je bedrijf te werken in plaats van in je bedrijf te werken. Ja, ja. Ja. En sommigen doen dat door een dag in de week. Bij mij is het vaak dat ik een week leeg plan met afspraken. In ieder geval van tevoren heel erg nadenken. Wat ga ik dan aan mijn bedrijf doen? Wat is belangrijk? Wat is echt nodig? Dat vind ik wel echt belangrijk in een onderneming. Ik denk dat je daardoor wat meer op de lange termijn kan denken. Ja, mooi. Dat ik denk dat dit ook wel een hele goede, ja, heel goed inzicht, een hele goede tip is die je nu meegeeft voor de luisteraars. Want er luisteren veel startende ondernemers en die vergeten vaak te werken aan hun bedrijf. Ja, zeker als er wat klanten binnenkomen, dan vol op de klanten en maar doorgaan. Terwijl eigenlijk de basis op een gegeven moment niet meer goed staat en je de processen niet meer lekker lopen. Ja. Ja, en dan gaat het op een gegeven moment gewoon klappen. Dan gaat er ergens iets mis. Ja, zeker. Ja, je kan altijd gewoon even bewust nadenken van waarvoor doe ik dit? Kijk, heb ik een rustige periode en er komt een klant bij mij waar ik niet super gelukkig van word, kan ik soms wel zo'n klant aannemen en denken van deze is voor het geld. Want ja, dat moet af en toe ook binnenkomen. Maar dan stap je ook al anders dat proces in. Hè? Ja. Natuurlijk, ik doe net zoveel best en ik ga voor het beste eindresultaat, dat doe ik altijd. Maar dan hoef je niet halverwege tegen jezelf te zeggen, oh, waarom doe ik dit ook alweer? Nee, ja, je hebt die keuze gemaakt. En soms kan je lekker creatief zijn in mijn geval en soms zal het iets meer voor het geld zijn. Ja, ja, en dat is het ook. Hè. Het is keuzes maken. En soms heb je daar een afweging in te maken. Ja. 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 Hey, en
Wat maakt jou anders dan andere brandingfotografen? Want er zijn er best veel. Ja. Wat onderscheidt jou daarin? Er zijn veel fotografen, maar er zijn ook veel klanten. Tegenwoordig zijn er steeds meer ondernemers. Zijn er steeds meer vrouwen die het aandurven te gaan naast het gezinsleven. Tegenwoordig gaat het veel meer digitaal en visueel. Dus ja, ik ben daar. Ja, er is eigenlijk genoeg werk. En klanten kiezen dan voor een bepaalde stijl in de edit. Daar zit al heel veel verschil in. Hè. Ik heb een lichte fotografie gebaseerd op realistische kleuren. Nou, sommige zitten wat meer in de vintage, heel erg warm. Dus zo kunnen klanten al kiezen van wat past bij mij. Het is ook hoe wordt de shoot beet gepakt, de voorbereiding ervan. Ja. Dat verschilt ook heel erg bij fotografen. Ik zeg niet dat er een goed of fout in zit. Het is ook een beetje wie ze op de foto zetten, hè, als persoon. Want op de foto gaan is toch een beetje spannend. Je geeft je bloot op zo'n moment. Het is ongemakkelijk. Niemand houdt ervan. Je kwetsbare punten komen omhoog. Vooral als het over je uiterlijk gaat. Dus bij wie voel je op je gemak? Zo kiezen mensen eigenlijk fotograaf. Toch wel een beetje op gevoel. Ja. Ja, als ik kijk naar... Ik heb met meerdere fotografen gesproken voordat ik besloot om met jou verder te gaan. Want ik vind het altijd belangrijk om dingen naast elkaar af te leggen. Ik had gewoon een fijn gevoel bij het gesprek dat we hadden. Ik nam daar ook echt de tijd voor. En B, vond ik het heel fijn dat je ook echt zei van... joh, ik ga echt met je meedenken. We gaan echt kijken van... joh, je bent echt met het gesprek gaan van... joh. Op wie richt je dan? Op welke manier? Wat bied je dan aan? Wat past er dan bij? Voorbeelden gegeven. Ik denk dat dit ongeveer past. Wat denk jij? Het was echt wel gewoon veel diepgaander dan alleen... Oké, je richt je op vrouwen. En dit zijn je kleuren. Laten we dat gaan doen. En je hebt ook heel erg met me meegedacht in de locatie. Welke locaties zouden kunnen passen? Dus ik merkte dat er gewoon... Ja, ik ben nu even gewoon mijn ervaring aan het delen hoor. Maar ik merkte dat er gewoon echt aandacht was voor mij als, nou, toen nog potentiële klant. Ja. Klopt. Ja, zo wil ik er eigenlijk ook in staan. Dus dat is fijn dat je dat zo ervaren hebt. Ja, maar dat maakt jou dus wel, want ik heb dus ook anderen gesproken, vind ik onderscheidend. Ja, mooi. Ja. Ja, wat ik zeg, iedereen, heel fotografen doen dat allemaal op hun eigen manier. En het is niet dat ik dat van iedereen weet natuurlijk. Maar ik ben zelf ook de afgelopen jaren elke keer weer iemand anders op de foto gegaan. Om dat ook te ervaren en van te leren. En daarin heb ik mijn eigen werkwijze gemaakt. Dus en wat ik ook vaak hoor van nieuwe klanten, hè, dat zeggen ze dan tijdens de eerste shoot van... ik vind dat al jouw klanten er zo ontspannen op de foto staan. Dat wilde ik toch even benoemen, omdat ik dat gewoon eigenlijk het meeste terughoor. Terwijl ik dat, als ik zelf bij andere fotografen op hun Instagram kijk, ook wel dat gevoel heb. Dus dat is dan misschien een beetje je eigen criticus, dat je dan altijd nog verbeterpunten ziet in je eigen foto's. Dus dat is dan toch elke keer weer tof als mensen dat zeggen aan het begin van zo'n shoot. Ja, als ik even kijk. Maar je ging mij ook echt aan het lachen maken om ervoor te zorgen dat het natuurlijk was. En... wat voor muziek wil je graag horen? Weet je, maar je deed er ook echt gewoon alles aan om gewoon inderdaad het dus weer daar op de tijdens de shoot ontspannen te houden. Dus dat kan ik erbij aan me. Ja, en daarom duren mijn shoots ook net even iets langer als ik kijk naar mijn concurrenten. Mm-hmm. Niet omdat ik dat wil vergelijken met hun, maar omdat ik gewoon voor mezelf heb gemerkt dat ik het niet in een kortere tijd voor mekaar krijg. Dan voel ik me gehaast. Als ik dat voel, voelt de klant zich ook. En dan, dan krijg je niet dat gevoel. Je moet wel een beetje het idee hebben van... Hey, we zitten er lekker in. En natuurlijk, het laatste half uurtje...
kunnen we wel zo'n moment krijgen. Maar dat is meer omdat ik altijd denk, oh, we kunnen nog dit, we kunnen nog dat. Volgens mij heb ik dat tijdens onze shoot ook gezegd van, oh, dit nog even, dat nog even. Ja, ik ben ook wel weer zo enthousiast dat ik door kan blijven gaan. Maar op zo'n moment hebben we wel de belangrijke, de dingen en de basis hebben we al op de foto gezet. Ik maak ook altijd een shootlist van wat moet er op de foto. Mm-hmm. Dat zeg ik dan ook vaak van, joh, dat hebben we nu gedaan. Vanaf nu kunnen we gewoon lekker een beetje, nou ja, alles loslaten. Alles wat we nu gaan doen is gewoon een extraatje. Dus ja, nou ja, dat. Ja, je zei bij mij inderdaad ook, we gaan het eind van dit, we kunnen nog wat dit en we kunnen nog wat dat. Maar ik voelde dat niet als gehaast of zo. Oh, okay. Dat ik niet op die manier in de gaten. Ik vond ook de tijd voor mijn gevoel heel snel voorbij gaan. Ja. Ja. En hoe voelde je op het einde? Was je moe? Eerst niet. Ik zat er helemaal vol adrenaline nog. En toen ik in de auto zat. En ik stapte dus in de auto. Dus wel heel grappig. Want ik heb foto's met champagne. En het was wel leuk om dan ook echt die champagne in te schenken. En ja, het was ook wel zonde om die hele fles champagne weg te gooien, zeg maar. Dus ik stapte de auto in met een halve fles champagne in mijn deur, zeg maar. In de zijkant van mijn deur gezet, open. Ik dacht, oh god, maar niet aangehouden worden of zo, weet je wel. Dat mensen, dat ze echt denken, wat is dit? Maar ik zat nog helemaal vol adrenaline. En op een gegeven moment halverwege, ik moest best wel een stukje rijden. Want ik woon in Baarn en de shoot was in Rotterdam. En halverwege of zo merkte ik opeens, wow, ik word moe, zeg maar. Die adrenaline die zakt weg, die ebt weg. En het is echt best wel intens. Ja, het is zeker intens. En ik zeg altijd wel van tevoren, ga op tijd naar bed. Zorg dat je niks anders hoeft te doen die dag. Ik fotografeer ook het liefst in de ochtend. Ja. Ook daarom. Maar toch, ja, ja, weet je, het hakt er gewoon in. Je bent constant op aan, er wordt aan je geplukt. Je moet constant dingen doen. Je hebt ook constant voor jezelf, oh, zit mijn haar goed? Ja. Zit het wel goed? Zit mijn schouders recht? Dus ja dat vreet gewoon energie. Ja, en ik had dus echt heel bewust gekozen om de nacht ervoor in een hotel te slapen. Dus dat was wel echt, dat zou ik volgende keer zeker weer doen. Gewoon lekker in een hotel slapen. Geen gedoe met kinderen die 's morgens vroeg naast je bed staan. Ja. Dat was voor mij wel echt heel fijn. Ja. Maar ik moet wel zeggen, als je wat ik ervaar met mijn klanten, als je elkaar vaker ziet, hè, dus dat je meerdere shoots doet, dat het wel allemaal steeds makkelijker gaat. Je leert elkaar beter kennen, je weet mijn werkwijze. Dan kunnen we vaak wel meer doen in dezelfde tijd of hetzelfde in een kortere tijd. Dus dat vind ik ook altijd wel heel erg fijn aan vaste klanten. Dat je, ja, ik heb ook met sommigen dat ik het dus wel in een kortere tijd doe. Omdat we precies weten, nou ja, dit en dit hebben we nodig. En, ja. Dus ja, dat is toch wel die duurzame relatie die je opbouwt. Daar hou ik wel van. Ja, want wat is het voordeel om vaker een shoot te doen? Ja, dat ligt heel erg aan je bedrijf en je doel. Maar als ik bijvoorbeeld naar jou kijk, jij bent online actief. Mm-hmm. Hè? Je post regelmatig, je gebruikt je foto's vaak. Als jij dit 1 of 2 jaar met dezelfde foto's gaat doen, dan verlies je gewoon kijkers. Mm-hmm. En kijkers kunnen potentiële klanten worden. Omdat ze dat beeld nu wel kennen. En het beeld triggert vaak voordat ze de tekst gaan lezen. Ja. En dan wordt er sneller doorgescrolld. Daarnaast ontwikkel je zelf. Uh-huh. En je bedrijf. Dus daar kunnen je foto's in meegroeien. Als het op dat moment nodig is. De meeste vaste klanten van mij komen wel 2 keer per jaar. Sommige iets vaker. En sommige 1 keer per jaar. Maar dat is een beetje afhankelijk van wat voor bedrijf ze hebben. En dan zegt ook eigenlijk iedereen altijd wel weer, nou, ik ben wel weer door mijn foto's heen hoor. En je kan echt sommige foto's wel meerdere keren gebruiken. Daar ben ik helemaal niet anti op. Zeker op je post op Instagram. Ja, een nieuwe klant of een nieuwe volger gaat niet
zes maanden naar beneden scrollen voor die ene tekst. Dus dat, zowel de tekst als de foto kan je natuurlijk herbruiken of net een beetje aanpassen dan, de tekst. Maar ja, op een gegeven moment ontgroei je zo'n foto alweer een beetje. Ja, ja, dat is, dat herken ik ook wel. Als ik ook naar mezelf kijk, nu al... Ik ben in november gestart met dit bedrijf. In januari hebben wij geshoot. Maar ik zie mezelf nu ook alweer qua statements, qua tekst, qua copy alweer veranderen. Omdat ik mezelf blijf ontwikkelen als ondernemer. Ja. En jouw klanten groeien met je mee. Ja. Want vaak beginnende ondernemers die... die trekken ook beginnende ondernemers aan. Dus vaak, hè? Ik zeg niet dat het altijd zo is. En op een gegeven moment groei je daarin door en je klanten ook in mee. En ja, daar moet het beeldmateriaal ook bij passen. Ja, ja. Ja, snap ik. Hey, is er nog een laatste tip of een inzicht? Iets wat je onze luisteraars zou willen meegeven? Over fotografie en branding en zo? Nou, of gewoon überhaupt ervoor ondernemen, mag ook. Oh jeetje. Ik denk dat ik al wel heel veel heb gezegd tussendoor. Ja, zeker. ja, ik hou het even bij de fotografie en de branding. Want ja, qua ondernemers, daar spreek je al genoeg fantastische ondernemers. Qua fotografie... Ik zeg, gooi jezelf eens in de diepe. En dat wijkt een beetje af van ons hele verhaal hier. dus ik ga het even toelichten. Veel mensen wachten op het juiste moment om foto's te maken. Groot deel van is uiterlijk, hè? Nee, er moet nog even 5 kilo vanaf. Wow. Of een kleurtje van de zomer. Of nou, ik wil eigenlijk nog wat aan mijn wallen doen. Of dat soort dingen. En ik snap dat die onzekerheden spelen. Dat heeft ieder mens, heb ik ook. Maar doe dan bijvoorbeeld een kleine shoot. Ik heb ook business shoot dagen. Daar gaan we niet zo diep in je verhaal. Omdat het maar een aantal foto's zijn. Het is meer om jezelf in beeld te brengen. Hè? Bijvoorbeeld heb jij een website, dan... heb je niet gelijk 60 foto's nodig, dan kan je met 10 of 20, kan je echt, heb je echt wel een goede basis. Dat zijn dan gewoon goede shoots. Hè, dat kan bij mij, maar heel veel fotografen bieden dat aan. Om even een beetje te wennen aan wat doet zo'n foto. Daar kan je heel veel van leren van wat doet kleding, wat doet locatie, wat doen professionele foto's voor mijn bedrijf, dat soort dingen. En daarmee zeg ik, gooi jezelf af en toe even in diepe. Of in ieder geval de eerste keer. Boek zo'n shoot. Ervaar het een keer. En bedenk dan, is het wat voor je? Wil ik er meer van of niet? Hou ik het hierbij? Een heel leuk voorbeeldje. Begin dit jaar heb ik een dame tijdens zo'n dag op de foto gezet. Die was er al 3 jaar over na aan het denken. Ze wist wel dat ze het bij mij wilde doen, maar stelde het heel de tijd uit. Nou, uiteindelijk gedaan, helemaal blij mee. En ze is vorige week weer bij mij op de foto geweest. Dus natuurlijk super kort op, nou ja, in verhouding hoe ze de eerste keer heeft nagedacht. Dus, dus die wil ik meegeven van probeer al je bezwaren even in de prullenbak te zetten. Kies dan wel voor een kleine shoot. Dat is wel mijn advies. Ga niet gelijk helemaal zonder plan een grote shoot doen, want dat is best een investering. En daar, nou ja, als je het in de branding en ondernemers hebt, daar zit een verhaal achter. Dat verhaal moet je een beetje weten. Waar je mee heen wil, wat je wil doen. Dus daar heb ik het niet over, maar echt puur gooi alles een keer even van tafel en gooi in het diepe en ervaar wat zo'n fotoshoot voor je kan betekenen. Mooi. Ja, en ondernemen is natuurlijk ook wel gewoon moedige keuzes maken. Je moet soms gewoon even uit je comfortzone. En ik denk wel, zeg maar, als je wel je verhaal en waar je heen wil meer duidelijk hebt, ja, ga ook gewoon een keer wel al in. Weet je, ik ben ook echt na 2 maanden gewoon bij jou gekomen met...
Maar jij wist heel duidelijk wat je wilde. Precies, ja. Dus als je dat wel weet, ja, doe het gewoon. Ga al in. En nou ja, ik had dus het pakket met 60 foto's, maar ik kon zelfs niet kiezen. Dus ik heb er zelfs nog meer bij genomen, want er waren zoveel mooie foto's. Maar inderdaad, als je verhaal nog niet duidelijk hebt, dan is het dat niet zo heel slim om te gaan doen. Maar ja, raap wel even af en toe de moed bijeen. Laat je niet te veel tegenhouden. Dat is eigenlijk volgens mij de essentie van hetgeen wat je... Ja, zeker. En de professionele foto's is gewoon echt een plus voor je onderneming. Ja. Een heel klein, simpel voorbeeld. Als jij op een Instagram-account komt en je denkt, hey, leuke story, ik ga even naar de feed. En dat zijn allemaal selfies. Hè? Tegenwoordig kan je hele professionele selfies maken, maar daar heb ik het dan even niet over. Dat zijn selfies of foto's van je kat of van je eten of je kinderen of op de fiets. Nou, noem maar wat op. Binnen een paar seconden bedenkt zo'n volger van, hey, is het interessant voor mij of niet? En als je dus op zo'n account komt, dan moet je eerst gaan nadenken, is dit een privé-account? Zit hier een ondernemer achter? Mm-hmm. Wat doet zo'n ondernemer dan? En dan dat je je zakelijke foto's gebruikt op je website, maar ook op je social media, laat je gewoon veel meer zien dat je een bedrijf bent. En wat je bedrijf inhoudt, hè? Hoe je jouw klant kan helpen. Ja, plus ik had denk 2 weken geleden nog. Ik stuur altijd iedereen die mij gaat volgen even een berichtje van, joh, wat leuk dat je me volgt. Ik ben wel nieuwsgierig, zeg maar, hoe mensen dan ook bij mij komen. Ja, dat geeft mij natuurlijk weer heel veel inzicht. Dus ik vraag dan ook altijd eventjes hoe ze bij mij zijn gekomen en wat dan voor hun de motivatie was om mij te gaan volgen. En ik had dus laatst nog iemand die zei van, joh, ze zag maar ergens voorbij komen. En toen ze op mijn profiel keek, toen zag ze waar ik mee bezig was. En ze zag dat ik allemaal hele professionele foto's had. Ze zei, ja, dus daaraan kan ik ook al wel zien dat jij jezelf en je bedrijf serieus neemt. Ja. En dat vind ik heel belangrijk. Ja, ja. Zeker. En tuurlijk moet je ook de persoon erachter laten zien. In je kat en je fiets en dat je van carpaccio houdt. Helemaal doen. Maar doe het af en toe op je fiets. Of doe het in je stories. Ja. Of doe het in een carousel. Of dat soort dingen. Maar zorg in ieder geval voor dat niet heel je fiets een persoonlijk dagboek wordt. Nee. Als je er zakelijk mee wil ondernemen en klanten uit wil krijgen. Ja, precies. Ja, mooi. Hey, super bedankt voor jouw verhaal en alle inzichten die erin zitten. Toch ook wel heel veel ondernemersinzichten ertussendoor gepitcht. Hartstikke leuk. Nou, dat is alleen maar heel erg waardevol. Ik vond het in ieder geval heel waardevol en ik ben ervan overtuigd dat onze luisteraars dat ook vinden. Mochten zij nou meer willen weten over werken met jou, waar kunnen ze dan het beste terecht? Ik ben het meest actief op mijn Instagram. Dat is Studio Annemarije. Maar ik heb ook sinds 2 maanden een hele vernieuwde website. Dus die klopt ook weer tot op de 100%. Dus dat is studioannemarije.nl. Nou, ik zal die 2 ook eventjes in de show notes zetten. Dus als mensen daar dan naartoe willen gaan, dan kunnen ze daar ook gewoon op klikken. Ja, top. Nogmaals super bedankt. Alle luisteraars ook bedankt voor het luisteren. En Annemarije, jij heel veel succes met je bedrijf. Ja, dank je. Jij ook. Dank je wel. Ik hoop dat je net zo hebt genoten van het gesprek met Annemarije als dat ik dat heb gedaan. Ik vond het in ieder geval super waardevol en het is natuurlijk mijn missie om jou te inspireren met deze podcast. Dus ik hoop dat je er ook wat hebt uit kunnen halen. Het is in ieder geval duidelijk geworden dat branding super belangrijk is en dat de foto's daar ondersteunend moeten zijn. En zo werkt het eigenlijk met alles in je bedrijf. Je kunt wel zomaar lukraak een soort van branding gaan bedenken, maar het moet wel ergens op gestoeld zijn. Wat is nou eigenlijk de fundering van je bedrijf? En daarom is het belangrijk om in de juiste volgorde stappen te doorlopen om je bedrijf succesvol neer te zetten. Nou, wil jij nou weten hoe je een succesvol bedrijf opbouwt, waar je ook nog kunt genieten, waar je het leuk hebt, waar je voldoende vrije tijd hebt? Meld je dan nog aan voor mijn gratis masterclass. Hij is helemaal gratis en online. In 6 stappen naar een succesvol bedrijf vol vrijheid en plezier. Ik geef hem morgen, dat is dinsdag de 25e om 10 uur en volgende week donderdag weer. En ik zal even spieken. Volgende week donderdag, dan is het de 3e volgens mij. Ja,
3 augustus geef ik hem nog een keer, ook weer om 10 uur. Dus wil jij nou weten hoe je echt een succesvol bedrijf op jouw voorwaarden bouwt, wat volledig past bij wie je bent en hoe jij je leven wil leiden, en daarbij ook nog heel veel tijd voor jezelf en je gezin overhouden, meld je dan aan en doe lekker mee met de gratis masterclass. Ik zal de link in de show notes zetten en dan hoop ik je snel te zien.